We hebben alles voorbereid en nu komt het moment dat we ruimte gaan maken om het publiek toe te laten. Alles wat je de afgelopen weken gedaan hebt, heb je gedaan om het vanavond te kunnen geven aan het publiek. Doe dat, maar doe dat vooral samen. Je vertelt samen één verhaal en dat is het belangrijkste wat er is voor de hele avond. Toi toi en ik zie jullie na afloop. Stress een goed woord? Het heeft te maken met de wezenlijke kwetsbaarheid van de podiumkunsten. Ook al heb je alles voorbereid, er kan eigenlijk niks misgaan, bij wijze van spreken, en toch kan er iets ongelooflijk misgaan. En dat houdt je scherp. Jan-Willem, ik heb een noot voor jou. Gisteren hebben we dan de generale repetitie gehad in het concertgebouw. Ja, dan vallen alle stukjes op hun plaats. Dan mag je eindelijk gaan spelen in die ruimte en met het orkest. Alle kleding mag je aandoen. Dat is het einde, dat is geweldig. Dat is heel leuk, dat is heel mooi. Vanochtend toen ik wakker werd, was het eerste wat ik dacht van... Nu gaat het beginnen. Dit is de avond waar we allemaal naar hebben toegewerkt. Gewoon bijna een jaar lang. En dit is het gewoon. En het is zo snel gegaan allemaal. En nu is het zo en straks is het voorbij. We hebben echt de meest fantastische toitoitjes. Badeentjes. Kerstballen. Ik heb er heel veel zin in. Ik kan niet wachten. Ik vind eigenlijk gewoon nu dat we nu moeten beginnen. Nee, niet helemaal. Ik moet nog omkleden. En dan kunnen we. Mijn wekker om 8:30, maar ik werd wel om 7:30 wakker en toen was ik zo. Het engste moment was vanmorgen het pand betreden. Want vannacht is erop gebouwd, vannacht is het licht opgehangen, vanmorgen is het eruit gelicht. Dus als daar een ramp was geweest, hadden we vanavond geen show gehad. Bro, we're in really good shape. Everything is coming together. Lots of technical things have happened in the last 12 hours. Huge amount of work, but the cast is so prepared that we're in really good shape. I've spent a lot of the time coaching, saying to them, you know, this kind of performing is about energy, and I don't mean running about energy, I mean interior energy. So, we'll start working with the singers now. Yeah. I'll do a bit of dialogue with Tony and Rith, and then Tony will sing, and they have to sort out the echo at the same time. Otherwise, if we don't sort it out now, it won't happen. Yes. Yep. May I propose something? What? No, but it's no good because of the light. No. Yeah. Ik doe rustiger dan dat ik eigenlijk me voel. Aanwezig zijn. Ja, ja, ja. Wil jullie zien dat ze denken wat waren. Dat is voor speciale jongens. Dat sowieso. Sowieso. Ja, maar jij helemaal. Niet om de verkeerde reden. We moeten letten op dat Matthew staat en begint, dat wij ook direct klaarstaan. Heel veel flashbacks.
En dat ik die teruggekregen heb, heb ik nooit verwacht. Subliem. Echt subliem in alle opzichten. Zang, dans, act, performance. Het was gewoon een feest vanavond. Ik ben blij dat ik erbij ben geweest. De combinatie van jonge muzici, talent, de enorme energie die eraf spatten. Ja, dat is echt geweldig. Ja, dit is echt hartverwarmend. Ik vond het fantastisch. Ik vond het zo geweldig. Ja, ik had echt kippenvel. Ik heb er eigenlijk gewoon geen woorden voor. Eigenlijk ben ik gewoon heel erg gelukkig en zit ik in een soort van droomwereld. En ben ik gewoon heel erg blij. Ah, fantastisch. Echt helemaal te gek. Genoten. Ze hebben het eigen gemaakt. Het was levend. Het was van hun. Het was energiek. Het was spannend. Het was zielig. Not only was I very, very proud of them, but I was proud to stand on a stage with them. Van die reactie op het eind ook. Hè? Die stilte die dan van ongeloof, van nee, wat is hier gebeurd? En dat bevriezingsmoment, ja. En dan dat denderende applaus. Ja, ik vond het fantastisch. Ik kan niet meer zeggen. Ik geloof nog steeds niet dat ik daar heb gestaan. Weet je wel, ik ga straks lekker naar mijn familie toe en dan, ja, ik weet het gewoon echt nog niet. Ik zit alleen maar in mijn hoofd van, hij was geweldig! We did it, and I don't think I'll ever forget it. I don't think any of the people who took part tonight will ever forget what just happened.